Onder de noemer Ruimte voor de Stad roept de gemeente bewoners op om met ideeën te komen voor de stad. En afgelopen weekend werden tientallen ideeën gepresenteerd in de megastores. We zijn bij Ruimte voor de Stad. Dat is een initiatief waarbij bewoners, een aantal ontwerpteams, een coalitie vormen. En samen nadenken over hoe de stad er in 2040 uit gaat zien. Dus leuke ideeën bedenken, ideeën die gerealiseerd kunnen worden. Dat gaat over de openbare ruimte, over nieuwe woonvormen, over hoe je samenleeft. Zo creatief mogelijk en innovatief mogelijk. Zo heeft Henk-Jan Hollander een innovatief idee voor de Pax Christi-kerk in Mariahoeve. Wij kijken naar een kerkgebouw in Mariahoeve aan het Kleine Loo. Dat is de Pax Christi-kerk en deze kerk moet vernieuwd worden. Omdat hij gewoon tegenwoordig heel ander gebruik kent dan vroeger. En de kerk willen we graag voor een deel handhaven. En dat doen we door erachter een woongebouw te maken. Wat mooi uitkijkt over de voetbalvelden. Waardoor weer veel mensen in Mariahoeve kunnen wonen. En met de opbrengsten van dat woongebouw gaan we de kerk helemaal restaureren. En ook een stukje nieuwbouw doen. De kerk is verouderd. Er zit een asbestdak op. Hij vreet energie. Allerlei groepen willen er gebruik van maken. Maar dat botst nu met de huidige plannen. En daarom hebben we een hele nieuwe indeling ervoor ontworpen. Er zijn, alle stadsdelen hebben een ontwerpteam. Een gebiedscoalitie waar bewoners, ondernemers en ontwerpers samen nadenken over hun stadsdeel. Dus er wordt de kennis bij elkaar gebundeld, zodat we het echt kunnen gaan maken, de toekomstvisie. Ja, wat gebeurt er uiteindelijk met die plannen en ideeën allemaal? Ja, dus dat wordt samengevoegd tot één visiedocument over de stad. Want wat leeft er allemaal? Hoe kunnen we dat nu strategisch in stappen in praktijk gaan brengen eigenlijk?